Leidt je plant aan algehele malaise, een beetje slappig en trage groei, een klein blad. En ben je alles al nagegaan en weet je niet wat het is? Nou, misschien heeft hij voedseltekort. En planten hebben behalve water ook allerlei bouwstoffen nodig. Deze bijvoorbeeld. Drie belangrijke bouwstenen zijn stikstof, fosfor en kalium. Stikstof is heel belangrijk voor groei en voor grote groene bladeren. Fosfor is belangrijk voor goede wortelontwikkeling en voor de ontwikkeling van bloemen. En kalium is goed voor de algehele weerbaarheid van de plant. Hij wordt minder snel ziek. Nou zitten al die bouwstoffen ook in gezonde, goede potgrond. Maar na een maand of 3 à 6 heeft je plant wel alles opgevroten. En dan kan hij dus gaan leiden aan voedseltekort. Maar ho, voordat je nu denkt, oké, ik gooi mijn hele plant vol met voedingsstoffen. Rustig aan. Van te veel voedingsstoffen kunnen de wortels verbranden en dan kan je plant zelfs geen water meer opnemen. Dus luister naar deze voedingsconsulenten. Voed alleen tussen lente en herfst. Houd je aan de maximale hoeveelheid die op de verpakking staat en dan liever nog ietsjes minder. En voed echt niet meer dan 1 keer in de week. Misschien 1 in de 2 weken of 1 in de maand. Nou, wij houden van vloeibare voeding. Biologisch. Mengt lekker makkelijk in het gietwater. En het ruikt... Het ruikt, maar zo goed voor je planten.